Renovatiekoor Grote Kerk. National Team Tuvalu en IJsselstein. Het is vandaag 1 oktober. Dit is het PLMA-journaal. De bouw van het jongerencentrum is gestart. Door het tot nu toe mooie herfstweer gaan de werkzaamheden vlot. Volgens de planning kan begin november de vlag in de top als het hoogste punt van de bouw is bereikt. Dan wordt officieel de eerste steen gelegd voor het jongerencentrum. In het voorjaar 2014 moet de bouw klaar zijn. De grote renovatie van het orgel in de Grote Kerk is in volle gang. Sinds begin september is men bezig met de werkzaamheden. Het renoveren van het orgel is een behoorlijke klus. Niet voor niets zijn er zeker 3 maanden uitgetrokken om de werkzaamheden te verrichten. En in die tijd wordt het hele orgel afgeruimd, wordt uit elkaar gehaald. Pijpen worden schoongemaakt, het orgel wordt schoongemaakt. Als er reparaties moeten worden verricht, worden ze verricht. Er komt een nieuwe dakconstructie bovenop het orgel. En er worden arbovoorzieningen aangebracht, zodat degene die het orgel stemmen moet in de toekomst daar wat veiliger rond kan lopen. Om hoeveel orgelpijpen gaat het dan ook? Nou, er staan ongeveer 2500 pijpen in het orgel. Wat moet daar precies mee gebeuren? Want dat lijkt me heel veel werk. Nou, in feite moeten ze allemaal worden schoongemaakt, want er ligt nogal wat stof in. En dat belemmert de klank eigenlijk. En sommige pijpen zijn wat beschadigd en die moeten dan worden gerepareerd. En dat kun je pas alleen maar zien als alle pijpen uit het orgel zijn genomen. In totaal zijn er zo'n 55 vrijwilligers die meehelpen met de renovatie. Iedereen heeft zijn eigen taak. Ook de leden van het Venrijs Mannenkoor helpen mee met de renovatie. Zij zijn gevraagd om het houtwerk een opknapbeurt te geven. Dat houdt in de boenwas zetten. Het is al schoongemaakt door een andere groep vrijwilligers. In de boenwas zetten en daarna uitboenen, zodat het weer oogt en het hout weer wat gaat leven. Is het lastig werk? Nou, de verlichting zou wat beter kunnen, maar op zich is het niet lastig werk. Je moet alleen geen hoogtevrees hebben, want het is toch boven tot in de nok van de kerk. En dat is toch zo'n 6, 27 meter hoog. En kom je nu ook zo bijzondere plekjes tegen, nu je er zo met je neus bovenop zit? Ja, je ziet nu pas wat een handwerk daarin zit van vroeger uit. Hoe dat in elkaar geknutseld is, bijna. Het is echt vakmanschap. Alle mogelijke rondingen en hoekjes en plaatjes. En het is leuk om te zien. Ondanks het vrijwillige werk van veel Venrijnaren gaat de opknapbeurt toch zo'n 120.000 euro kosten. Het kerkbestuur doet daarom een beroep op de parochianen voor financiële steun. Als sponsoring kan iedereen een onderdeel van het orgel adopteren. De renovatie van het orgel moet voor 1 december zijn afgerond. Op dit moment liggen de werkzaamheden op schema. De 25-jarige Venrijnaar die in juni een gewapende overval pleegde op Hotel Asteria in Venrij, moet zich op vrijdag 4 oktober voor de rechtbank verantwoorden. Donderdag 20 juni rond 5:15 ochtends werd de overval gepleegd op de receptie van het hotel aan de Maasheeseweg. De gewapende en gemaskerde man bedreigde 2 medewerkers en eiste geld. Hij ging er vervolgens met de buit vandoor en meldde zich later zelf bij de politie. Het nationale voetbalelftal van Tuvalu is deze week in IJsselstein op trainingskamp. In totaal verblijven zij 11 weken in Nederland in het kader van een bijzonder project van Paul Driessen. Hij wil het kleine eiland op de FIFA-wereldranglijst krijgen. Tuvalu is een van de laatste onafhankelijke landen ter wereld dat nog geen lid is van de FIFA, maar dat wel heel graag wil. En zodoende zijn we een project gestart om Tuvalu op weg te helpen. In Nederland hebben we namelijk genoeg mogelijkheden, kennis en expertise om dit land op weg te helpen. De teamleden werken hard en zijn erg leergierig. De spelers maken in korte tijd al grote stappen, mede doordat er in Tuvalu geen jeugdvoetbal wordt gegeven. Het project van Driessen heeft niet alleen een sportief doel. Nee, dat klopt. Naast het feit dat wij Tuvalu op de FIFA wereldranglijst willen hebben, is het de bedoeling om de klimaatverandering aan te kaarten. Volgens de wetenschap is Tuvalu namelijk een van de allereerste landen ter wereld dat zou verdwijnen onder de zeespiegel. Die blijft stijgen. En met het bezoek van het nationaal elftal hopen we via het voetbal wat bewustzijn te kunnen creëren. Morgenavond speelt het team een wedstrijd tegen SV IJsselstein. Dit wordt de eerste interland voor de thuisploeg. Nog tot zaterdag verblijven de spelers van Tuvalu in onze gemeente. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12:00 middags.
Woensdagavond is er een uitzending van Spang. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt vrijwel onbewolkt. Het koelt af naar 8 graden. Morgen overdag is het zonnig. Er is hooguit wat sluierbewolking te zien. In de loop van de middag wordt het ongeveer 17 graden. Ik wens u een hele prettige avond en graag tot de volgende keer.